Kijk, daar komt dat. Daar komt dat. Zie je, daar komt dat geel. Daar komt dat vandaan, zie je? Dat is zijn jeugd in de peel. Hier, dat geel, zie je? Peel, dat was armoede. Als je tegenwoordig armoede zegt, dan beginnen de mensen te lachen. Want ze weten niet meer wat het is. Nou ja, Agnes Kant weet nog wat het is. Maar voor haar is het een vak. Kijk, de peel, dat was, ja, dat was turf. He, de peel, dat was in die tijd turf. Daar komt dat bruin ook vandaan, zie je? Dat is hier allemaal... Bruin is allemaal turf. Kijk, dat moet hij in zijn jeugd gegeten hebben, dat turf. Vincent van Gogh heeft ook in de peel gezeten, maar die heeft nooit turf gegeten. Want dan kwam zijn broer Theo kwam altijd met aardappelen. Maar kijk, hij heeft wel turf gegeten, zie je het? En hier dat geel. Ja, dat rijmt niet voor niks op de peel, hè? Geel. Tijd in de peel. En dan zie je dat zwart. Zie je hier zwart. Hier ook een beetje zwart. Dat is zijn tijd bij de paters, hè? Vijf jaar bij de paters gezeten. Hij is misbruikt door de paters. Dus dat zwart. Is misbruikt. Niet door alle paters, maar wel door de meeste paters is hij misbruikt. Zie je? Dat is dat zwart. Toen is hij op zijn tiende naar de steenfabriek gegaan. Dat is dat rood. Zie je hier dat rood? Steenfabriek gegaan. En dan maakten ze steen uit klei. Dat is dat grijs. Waar is dat grijs? Kijk, dat grijs. Nou, hier zeg maar, hier, dit is dat grijs. Bij de steenfabriek gewerkt. Aan de rivier. Op zijn 15e was hij al arbeidsongeschikt. Op zijn 15e arbeidsongeschikt geworden. Dat heette toen nog niet zo. Dat heette toen gewoon te lui om te werken. Maar ja, toen was hij arbeidsongeschikt. Zie je hier, dat is dat wit. Hij kreeg die hele stapel stenen. Kreeg hij in één keer. Kreeg hij over zich heen, moet je je voorstellen. In één keer kreeg hij een hele stapel stenen over zich heen. Had hij een dwarslesie, hè? Dwarslesie, ja, dat heette toen nog niet zo. Dat heette toen te lui om te lopen. Een dwarslesie. Moet je je voorstellen. Tegenwoordig krijg je voor een ingegroeide teennagel al een rolstoel. Maar dat was toen nog niet zo, hè? Want of je een dwarslesie had of niet, je kon gewoon naar huis teruglopen. Dat was gewoon zo. En dan kwam hij thuis en dan werd hij nog eens een keer door zijn vader in elkaar geslagen. Ja, zo ging dat in die tijd. Dwarslesie, dan werd hij thuis nog een keer in elkaar geslagen door zijn vader. Ja, dat heette toen nog niet zo. Dat heette toen gewoon opvoeden. Helemaal in elkaar geslagen. Dan heb je dat blauw, zie je? Dan krijg je dat blauw vandaan. En hij was homoseksueel, hè? Dat weten de mensen niet. Dat is dat roze, zie je? Dat roze. Hij had een vriend, dat was een sadist. Ongelooflijk. Vriend van een sadist. Die heeft hem te grazen genomen, zeg. Dat is dat groen. Zie je hier, dat is dat groen. Wat een vreedheid, hè. Zo'n leven, wat een ongelooflijke vreedheid. Mooi, hè, die kleuren.